Rombataka 2-2 hier tegen Eupen. Ja, lastige wedstrijd denk ik, hè? Ja, het was een lastige wedstrijd. Elke wedstrijd is lastig. Maar ja, ik heb het gevoel dat er veel meningsverschillen zijn in het stadion. Maar als ik mijn eigen mening mag uitspreken, denk ik dat wij heel hard hebben gevochten. Ik ben trots op wat wij met de omstandigheden hebben gedaan vandaag. Het was zeker niet makkelijk. En, we hebben bij Vlaag heel goed voetbal laten zien, bij Vlaag ook minder, iets te traag. En dan heb ik het vooral over het eerste helft. Maar tweede helft hebben we denk ik heel goed teruggevochten. Iedereen heeft voor elkaar gewerkt, heel veel kansen gecreëerd. Alleen jammer dat we die dan niet afmaken. En, goed, dat is voetbal en dat doet pijn achteraf. En, nu moeten we gewoon scherp zien te zijn voor woensdag. Ja, met dit gelijkspel kan het einde van de play-offs nog wel spannend worden. Ja, het was sowieso al spannend, denk ik. Je weet dat je het niet allemaal in eigen hand hebt. Je moet nu moet je zeg maar gewoon alle wedstrijden die je zelf nog hebt winnen. En dan hopen dat Charleroi punten laat liggen. En, meer heb je eigenlijk niet in de hand. Ja, de eerstvolgende wedstrijd is woensdag al op KV Oostende. Ja, cliché misschien, maar ja, ook weer geen al te makkelijke wedstrijd. Nee, precies. Ik zei het net ook. Geen enkele wedstrijd die we spelen is makkelijk. Maar goed, zoals ik ook al zei, we moeten scherp zijn. We moeten zien op nu al te herstellen voor woensdag. En je weet dat je daar wat kan halen en je wilt daar ook wat gaan halen. En ik denk dat wij allemaal wel nog het geloof hebben om sterk te kunnen eindigen. En dat gaan we denk ik ook wel doen.